Welkom bij Molvang Treviergrift. Ik was dus een avondje bij mij bij de sloot. Ik heb achter mijn huis een sloot. Met een zaklamp. Kijken of er nog wat vis voorbij zwom. En ik zag er ineens een rivierkreeft zitten. En let wel, dit gaat om de Amerikaanse rode rivierkreeft. De problemen die deze beestjes nu veroorzaken, dat is... Het is een invasief exoot. Dat betekent dat ze hier niet vandaan komen. Ze zijn door toedoen van de mens gekomen. En ze breiden zich heel snel uit. Ze hebben geen natuurlijke vijanden. Bijna niet. Nou, meer koetjes zie je af en toe eten. Of een vuut, aalscholf, reiger, rat. We willen ze allemaal eten, maar het is lang niet genoeg. En die beestjes die hadden dus een kreeftenpest bij zich. Voor de Amerikaanse rivierkreeft en zijn zeven neven. Er zijn nog zeven soorten die hier niet thuis horen. Die hebben er allemaal niet zoveel last van. Maar onze eigen Europese soort, die heb het loodje gelegd. Die is naar mijn weten alleen nog in Limburg te vinden. En voor de rest uitgestorven. Nou, wat de beestjes eens doen is de oevers begraven. Allemaal kleine holletjes. En dan worden die oevers zwak. Zakt een keer een paard met zijn poot doorheen of een koe. Maar goed, dat is nog wat te overzien. Die koe-oevers die kalven af. En ze eten alles wat, in de sloot, wat zich in de sloot bevindt op. Het begint eerst met kleine kikkervisjes, kleine visjes. Als dat op is, iets grotere vissen, alles wat ze kunnen pakken. Daarna gaan ze over op de planten. Ze knippen alles los. Ze vreten alles op. Als dat op is, dan vreten ze elkaar op. Er is dus altijd wat te eten. En ja, dit is een groot probleem. Ik heb een fuikje van iemand gekregen. Gooi de fuik de eerste keer in het water. Zonder aas. En gelijk 5-6 rivierkreeften erin. En wat leuk is, leuker als bij ratten, dat je dit kan eten. Dus dit is heel simpel. Je kookt ze 5 minuten in water. Je gooit ze er levend in. En met een blokje bouillon en een laurierblaadje. Als ze 5 minuten gekookt hebben, gooi ik ze even in een ijsbadje. Nou, na dat dompelingetje van het ijswater. Bel je de jongens, dat is ook niet heel moeilijk. En wat ik daarna dan doe, is even oppakken in roomboter. Met een beetje peperzout en knoflookpoeder. En dan doe je ze op een toastje met een beetje whiskysaus. Nou, helemaal geweldig. Lekker zoet vlees. En het smaakt heel goed. Ik heb er nu denk rond de 100 uit mijn sloot gevist. En ik wist niet dat het zo'n groot probleem was. Het is echt niet normaal wat je aan een sloot kan halen. Van 5, 6 meter lang, 2 meter breed, zoals je in het filmpje ziet. En dat er zoveel kreeften zitten. En ik vang ze nu nog steeds. Het is ongelooflijk. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Het was toch wel geen ratten schieten, maar ik vond het in ieder geval heel erg leuk. En ik heb wat meer valletjes besteld, wat fuiken. En misschien dat er nog een keer een video komt over de kreeftjes. Als je dit nou een leuke video vond, duimpje omhoog en even abonneren.